Welkom bij een nieuwe aflevering van chemia.nl. Deze aflevering wordt onderdeel van een serie lessen over bindingen. En om um, um, uh, soorten bindingen te kunnen onderscheiden, moet je ook drie soorten stoffen kunnen onderscheiden: drie categorieën. En daar gaat deze les over. Dit is dus een inleiding op die serie over bindingen. Uh, we kennen drie categorieën stoffen: metalen, moleculaire stoffen en zouten. En uh, de, de bindingen die, uh, zijn afhankelijk van de soorten stoffen. Nou, wil je die stoffen kunnen herkennen, dan moet je iets weten over het periodiek systeem, wat je waarschijnlijk nog wel weet van de derde klas. We kunnen het periodiek systeem onderverdelen in metalen en niet-metalen. En die grens die loopt ongeveer hier. Waterstof is een niet-metaal, alle atoomsoorten hier aan de rechterkant ook. En alle atoomsoorten hier links onderin, dat zijn alle metalen. Nou, dan zal je niet verbazen dat de categorie metalen, daar vind je alleen maar atoomsoorten in die horen bij de metalen en die bestaan dus uit metaalatomen. Dan moleculaire stoffen, die bestaan alleen maar uit niet-metalen. CH4, en dan zie je hier koolstof en daar waterstof. Dat zijn niet-metalen. Of NH3, stikstof met waterstof. Of zwavel met zuurstof, zwaveldioxide. Dat zijn allemaal voorbeelden van moleculaire stoffen. Die bestaan uit moleculen en die moleculen bestaan weer uit niet-metaalatomen. Tot slot hebben we de zouten en zouten bestaat uit een combinatie van die twee. Uh, bijvoorbeeld natrium met broom, natriumbromide of zilveroxide. Nou, zouten bestaan uit ionen en uh, daar gaan we later uh, uitgebreid op in wat dat zijn, maar dat zijn dus weer andere deeltjes en dus ook andere soorten bindingen. Goed. Uh, ik raad je aan om die lessenserie verder af te kijken. Die vind je natuurlijk op chemia.nl. En daar vind je ook oefenmateriaal over bindingen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken. En tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.